Hallo, reviewvriendjes. Oh, wat zit er toch onder dat doosje? Wat zal het dit keer weer zijn? Wat heeft onze Ahmed Joop gestuurd? Kijk nou, 2 flesjes met drinken. Is toch leuk? Dit flesje ken ik niet. Een Messomix, dat komt uit Duitsland. Oh, er staat achterop Cola Couche Orange. Dus dat is cola met sinaas. Dat heet toch Spezi in Oostenrijk? Tenminste, dat is wat je in Oostenrijk op zo'n berg drinkt. Voor de rest drink je dat nergens, omdat het niet te zuipen valt. En dit is San Pellegrino Cino. Dat is Italiaans. Zo'n Pellegrino drink ik wel eens alleen dan bronwater. Gewoon, zeg maar, bubbeltjeswater. En dit is met, is dit nou een mandarijntje of is dit een sinaasappel? Moet ik even opzoeken hoor, want wat is nou een Cino? Ik heb de vertaling even opgezocht van Cino. En dat heet naar beneden gebogen. Dus dat gaat niet helemaal goed. Ik heb het even opgezocht. Cino is eigenlijk Cinotto. En Cinotto is een soort van geheim drankje. Wat ook een beetje Coca-Cola-achtig wordt gezien. Tenminste, dat is de kleur. Het is een beetje bitter. Het is een cultdrankje in Italië. Dus we hebben een cultdrankje in Italië. En een gourmetje uit Duitsland. Dat is toch enig. 3, 2, 1. We beginnen met de Cino. Dat ziet er inderdaad uit als Coca-Cola. En het ruikt een beetje als Campari. Dan hebben we de Mezzomix. Dat ruikt gewoon een zoete bagger. De mix tussen cola en sinaas uit Duitsland. Ik hou heel erg van cola. Dat vind ik lekker. Sinaas vind ik ook niet vies. Als je dat bij elkaar gooit, krijg je niet dit. Want dit smaakt gewoon echt nergens naar. Het is zoet, maar het heeft helemaal niks. Die Spezi die ze in Oostenrijk hebben, is ook een mix tussen cola en sinaas. En die smaakt wel ergens naar. Dit is gewoon niks. Dit is gewoon zonde. Tijd voor een Cino. Wow! Holy moly, man. Dit is een raar drankje. Dit is echt een vreemd drankje. Het heeft inderdaad iets van de bitterheid van Campari. Die bittere afdronk. Ik zou niet een vrucht kunnen ontdekken die erin zou zitten. Dat je denkt, oh ja, dat is een sinaasappel of oh ja, dat is een mandarijn. Of dat is iets laaghangends. Ik zou niet weten. Maar ik zal je vertellen, ik vind het best wel lekker, hè. De reden natuurlijk dat ik niet weet wat erin zit, komt omdat dit namelijk een geheime receptendrankje is uit Italië. Niemand weet wat erin zit. Nou ja, de mensen die het maken. En ik moet je zeggen, ik vind het eigenlijk best wel lekker. Het is verfrissend. Het is niet verschrikkelijk meer zoet, maar juist een beetje bitter. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou er wel van. We hebben hier dus 2 drankjes die ik eerst niet kende. Deze en deze. Lekker, vies. Oh nee, shit, andersom. Vies. Lekker. Dit drankje, als ik dit op heb, ga ik kijken waar ik dit in Nederland kan krijgen. Dit komt uit Italië, maar als we dat hier kunnen krijgen, ga ik dit namelijk kopen. Ik wil dit in huis hebben. Dit drankje spoel ik zo eventjes door de gootsteen. Dat is niet te zuipen. Daarom krijgt deze van mij, deze Mezzomix, krijgt van mij een 4 voor de moeite. Maar deze, de Pellegrino Cino, met het geheime recept... Met een bittere afdronk krijg je van mij een 8. Een 8! Oh, lekker! Proost!